ben ik weer met een nieuwe video en je zag het vast al aan de titel. Yay! Ik ga namelijk een week lang voor 5 uur 's ochtends opstaan. En nu denk je misschien, Eva, heb je wel een leven? Gaat het wel helemaal goed met jou? Waarom ga jij voor 5 uur opstaan voor een week? Ik wil eigenlijk gewoon weten hoe dat mij bevalt en of ik er productiever van word. Wat jullie dus in deze video gaan zien is hoe ik opsta, wat ik in de ochtend doe. En tot slot natuurlijk een conclusie hoe het mij bevallen is uiteindelijk. Dat was eigenlijk alles wat ik wilde vertellen. Laten we gewoon snel gaan beginnen met deze video. We beginnen eventjes op zondagmiddag. Ik wil namelijk eerst even kijken hoe lang iemand van mijn leeftijd nou eigenlijk hoort te slapen. En natuurlijk verschilt dat ook wel per persoon. Maar op verschillende websites las ik dat ik ongeveer minimaal 8 uur per nacht hoor te slapen. Nou moet ik zeggen dat 7 uur bij mij ook wel prima is. Maar dat is dus wat ik las. Het is nu zo laat en ik heb besloten om elke avond om 9 uur te gaan slapen. En om vervolgens dus om 4:15 op te staan. Dat wordt echt heel nice, denk ik. Ik weet het niet. Het is nu zo laat, ik ga dus om 9 uur slapen. Nou ja, het is eigenlijk 7 minuten eerder, maar deze wekker loopt altijd 7 minuten voor. Deze is gevuld, dat is top. Oké, die zet ik maar hier neer. Ja, het enige wat ik denk ik kan doen is gewoon om 9 uur gaan slapen en om, hoe laat ging ik opstaan? 4:15. Ik ga even mijn wekker zetten. Nou, dit is de normale tijd. Dit is de tijd dat mijn wekker gaat, je ziet het. Even testen of mijn radio dan afgaat. Yes. Voordat ik ga slapen maak ik nog even een heel klein planningje wat ik ongeveer wil gaan doen de volgende dag. Want ja, dan weet ik gewoon een beetje wat mij te wachten staat. Het ziet er niet uit, maar dat maakt niet uit, want het is gewoon eventjes handig. Nou jongens, ik zie jullie morgen weer. Het is momenteel 8:55 op deze klok. Maar dan is het in het echt natuurlijk nog ietsjes eerder. Nog iets voor 9. Hey, top. Ik ga slapen. Je ziet hier dat het 5:30 is. En dat klopt, want mijn wekker was om 4:15 afgegaan. Maar je kent vast wel dat gevaarlijke moment dat je denkt, oké, nog 5 minuutjes in mijn bed liggen. Maar ineens is het alweer 3 kwartier later. Nou, dat had ik hier dus. Om maar meteen even goed wakker te worden, zet ik mijn muziek aan. Ja, ik moet natuurlijk wel eerst een beetje wakker worden. Maar hey, die muziek die helpt daarbij. En ja, ik probeer daarna toch wel zo snel mogelijk iets aan school te doen. Wat ik hier aan het doen ben is mijn profielwerkstuk. Het is iets wat ik altijd weer uitstel omdat ik denk van ja, dat komt nog wel. Maar nu moet ik het gewoon echt een keertje gaan doen. Rond 6:45, als er wat meer mensen in het huis wakker zijn, dan ga ik douchen. Want stel, ik ga dat om 5 uur doen, dan maak ik iedereen wakker en dat wil ik ook niet. En vervolgens pak ik mijn tas in. Ik kan weer een beetje normaal tegen jullie praten. Het is inmiddels... Hoi. Inmiddels is het ongeveer iets voor 7:30 of zo. En ja, zoals jullie zagen was ik dus niet om 4:15 opgestaan. Mijn wekker ging. Ja, ik had hem gewoon uitgezet, want ik dacht dan ga ik eruit. Maar ik was gewoon in slaap gevallen. En toen ineens was het 5:15. Morgen ga ik 2 wekkers zetten. Dan zet ik er eentje op mijn bureau. En dan moet ik er sowieso uit om hem uit te zetten. Dus dat wordt leuk. Yes. Ik heb in ieder geval al best wel veel gedaan. Dus dat is wel top. En ik voel me ook helemaal niet moe of zo. Ik voel me gewoon normaal eigenlijk. Ik ga maar even ontbijten en zo. Als deze kat van mijn schoot afgaat, die is heel de ochtend al bij me. Wel echt super lief. Dus ja, even ontbijt. Ik heb mijn tas net al ingepakt, dus dat is ook weer top. Het is echt zo mistig buiten. Echt bizar. Het is inmiddels 4 uur. Ik ben weer uit school. Ik was 3:10 uit. Ik was op school best wel energiek eigenlijk. Ook gewoon in de ochtend. Ja, ik ga eventjes 2 afleveringetjes Friends kijken. Ik ga hem wel wekker zetten. Want ik ken mezelf. Als ik zeg ik ga 2 afleveringen kijken, dan ben ik 1 seizoen verder. Nou oké, dat ook weer niet. Dus ja, ik ga gewoon de wekker zetten om 5 uur. Het is nu 4 uur. En dan ga ik weer verder. Het is dinsdag, de 2e dag. En deze dag vind ik het toch wel wat lastiger om op te staan. Zoals je ook wel aan mij kan zien. Het duurt echt even voordat ik een beetje wakker ben. Maar als ik dan wakker ben, dan ben ik ook best wel goed gefocust op mijn werk, wat wel top is. En water drinken helpt op de een of andere manier ook wel om wat wakkerder te worden, vind ik zelf. Rond 7:30 begin ik dan toch wel echt heel erg trek te krijgen. En dan ga ik ook ontbijten. Yes jongens, gaan we weer. 4:15. Oeh, 3e dag nu.
Ja, de wekker gaat weer aan zoals je ziet. Even testen of hij het weer doet. Mijn kamer is inmiddels ook alweer een beetje een zooi. Daar kan ik ook echt niet aan. Maar goed, dan gaan we morgen even fixen. Ik ga verder met mijn PBS. Yes, derde dag alweer jongens. Het is me vandaag alweer gelukt om voor 5 uur op te staan. Al gaat het niet altijd even makkelijk aan mijn gezicht te zien. Jongens, kijk eens even wie er ook wakker is. Het is mijn zuster. Die gaat gewoon leren deze ochtend. Nou. Ja, mijn zusje was dus ook vroeg opgestaan vandaag. Later in de video zien jullie nog waarom en hoe dat is gegaan bij haar. Maar ik besluit eerst even mijn kamer op te ruimen aangezien die een zooi is. En vervolgens weer lekker verder aan mijn profielwerkstuk. Yes! Het is inmiddels alweer 7 uur. Nou, ik heb er echt nog een heel stuk helemaal bijgetypt. Ik ben eigenlijk gewoon ineens zo doorgegaan. Wat ik wel altijd doe is mijn telefoon op vliegtuigstand laten. Want ja, zo raak ik er ook niet door afgeleid. En in de ochtend heb ik er ook niet echt behoefte aan of zo. Goedemorgen jongens, het is zo laat. Ja, mijn wekker ging weer om 4:15. Maar het lukte me vandaag iets minder goed om eruit te komen. Want gisteren sliep ik pas om 10 uur. Ik ging om 4:15 pas uit. En heb ik wat voor geschiedenis gedaan voor de herkansing. Dus ja. Dat is mijn verhaal voor vandaag. Ik ga nog even verder met geschiedenis. En dat was het. Goedemorgen jongens. Het is vandaag vrijdag alweer. Mijn wekker ging weer om 4:15. Ik ben geschiedenis aan het leren en het gaat wel prima. Oké, het is inmiddels zo laat en ik ga eventjes ontbijten. Want ik heb wel trek gekregen nu. Wat mooi dit. 2 broeken over elkaar aan. Trui erbij. Nou jongens, wat een outfit. Oké. Het is weer lekker vrijdag jongens. De lekker geschiedenis aan het leren voor maandag. Mijn stoel draait weg. En ja, ik begin pas 10:50 op vrijdag, dus dat is top. Ik ga me zo even aankleden en dan ga ik daarna naar school. Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag. Ja, het is zaterdag, ja. En ja, ik ben al een tijdje mijn video aan het editen. Het is me vandaag gewoon niet gelukt om zo vroeg op te staan. Ik ging gisteren pas uiteindelijk om 2 uur slapen. Ja, om dan weer om 4:15 op te staan. Dan heb ik echt te weinig slaap en dan ben ik gewoon niet echt mezelf of zo. Ik heb gewoon deze week bijna een heel profielwerkstuk alleen maar in de ochtend gewoon getypt. Dus dat heeft me gewoon heel erg veel tijd bespaard voor in de middag. Want toen kon ik weer voor geschiedenis leren voor de herkansing die ik overmorgen heb. Oprecht, ik ga dit zeker vaker doen, want het is heel erg fijn. Maar ik ben natuurlijk nog niet klaar, want ja, ik wil wel gewoon 7 dagen lang dit doen. Dus dat betekent dat ik nog 2 dagen 4:15 ga opstaan. Dan ga ik nog maar even verder met editen nu. Dag 6 van vroeg opstaan gaat best wel redelijk. Ik ga nog wat geschiedenis leren omdat ik die dag een herkansing heb. Voor de rest heb ik daar niet meer veel over gefilmd, dus komen we alweer bij de avond. Het is inmiddels weer avond. Ik ga mijn wekker voor morgen weer zetten. Oké, wacht even. Ik was dus van plan om die dinsdag voor 5 uur op te staan. Maar zoals je ziet ga ik hier pas om 9:50 slapen. Dus het was me die dinsdag niet gelukt om voor 5 uur op te staan. Uiteindelijk werd dat 6 uur en daarom heb ik besloten om het woensdag nog een keer te proberen. Dus dat is de dag waar jullie nu naar gaan kijken. De laatste dag, dag 7, is het dus vandaag. Heel makkelijk kom ik er nog niet uit zoals je kan zien. Maar dat maakt niet uit, want uiteindelijk lukt het wel. Ik heb een aantal taken zoals je kan zien, dus dat wil ik gaan doen deze ochtend. Oké, het is inmiddels woensdagavond. Vanochtend was de laatste ochtend dat ik zo vroeg ging opstaan. Tenminste, voor deze video dan, want ik ben zeker van plan om dit vaker te doen. Maar de conclusie daarover komt straks nog. Jullie hebben eerder in deze video natuurlijk ook gezien dat mijn zusje ineens heel vroeg ging opstaan. Ik had er eigenlijk helemaal niks meer in deze video over gezegd hoe dat nou verlopen is. Want ze heeft een deel van haar toets geleerd in de ochtend.
Laten we dat even aan haar gaan vragen, jongens. Anne, jij bent vroeg opgestaan deze, ja. En normaal doe je dat nooit. Ik word zo vijf. Nou, vertel eens even, het is een microfoon. Wat vond jij daarvan? Ik vond het best wel vermoeiend. Ja. Ik had ervoor was ook al vroeg opgestaan. Maar toen was ik om 8 uur in slaap gevallen. Oké, je ging dus leren en ging dat goed? Want jij kan dat normaal toch eigenlijk niet in de ochtend, of wel? Jawel. Oh. Alleen het opstaan niet. Nee, oké, maar het opstaan ging dus wel, want je hebt het wel gedaan. Dat ging wel. Maar wat zou je het vaker doen? Nou, ik denk morgenochtend weer. Als er weer zo'n gevalletje komt, dan kan ik zo verkeerd. Maar je hebt dus, wat heb je allemaal gedaan in die ochtend? Heel akka. De hele toets? Ja. Lach je wel. En die heb je cijfer al? 6,5. Yay! Ja. Dus ja, dat geeft alweer aan, jongens. Dat, ja. Het kan. Het kan. Het is mogelijk. Oh, wow. Nou, thanks voor je mooie interview. Het is niet meer lekker pijn. Ja, oké. Doei. Oké, laten we even naar de eindconclusie kijken van deze hele video. De hoofdvraag van deze video is eigenlijk of ik productiever word als ik vroeg opsta in de ochtend. Het antwoord daarop is voor mij zeker een ja. Ik merk namelijk dat ik in deze week heel veel taken heb afgerond die ik normaal uitstel. En dat ik ook met een ander soort gevoel naar school ging van... Oh, ik heb eigenlijk al best veel gedaan in plaats van dat ik na school nog superveel moet doen. En dat geeft echt wel een fijn gevoel, moet ik zeggen. Het opstaan zelf blijft natuurlijk wel een dingetje. Ik bedoel, 4:15 is natuurlijk wel extreem vroeg. Maar op de een of andere manier krijg je er ook wel een soort routine in als je het vaker doet. En dan op de vraag of ik dit vaker ga doen, zeker wel. Het is niet dat ik dit vanaf nu altijd ga doen door de week. Dat zeker niet. Want ik bedoel, ja, het is en blijft 4:15 en dat is gewoon best wel vroeg. Ik denk dat jullie nu inmiddels wel weten dat het op mij dus best wel positieve invloed heeft gehad. En dat ik productiever ben geweest dan in andere weken. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit gedaan heb. Dat was dan de conclusie die ik heb over deze hele video. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om naar te kijken. En was het dan ook zo, doen zeker eventjes een duimpje omhoog. Oh ja, het is trouwens december en daarom komen er extra video's online. Wil je weten wanneer dat is, volg me dan even op Insta, want ik zet het gewoon op mijn stories. En anders zie je het vast wel een keertje voorbij komen op YouTube. En helemaal leuk, jongens. Ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!